Waar veel sportverenigingen de deuren moesten sluiten door de nieuwe coronamaatregelen, foreert er één sport. Four. Golf. Straight down the middle. It went straight down the middle. Then it started to hook just a wee bit. And that's when my caddy lost. Kan je me uitleggen waarom golf zo populair is in coronatijd? Omdat golf een van de weinige dingen is die je buiten kunt doen met alle RIVM-regels die er zijn, kan je toch het spelletje doen. Anderhalve meter regel, clubhuis dicht, kleedkamers dicht, maar wel lekker buiten zijn. It went smack down the fairway. Wat is nou precies de juiste techniek? Ga gewoon lekker ontspannen staan. 9 tot 3. 9 tot 3? Ja. Dat was mis. En over hoeveel aanvragen hebben we het dan extra? Ja, we denk ik dat we een plus van 50% hebben. Van mensen die willen gaan golven. Mensen die zeggen van nou joh, ik heb eindelijk niks te doen. En in plaats van ik 10 keer per jaar speel, ga ik nu veel meer spelen. Dus vanuit alle kanten gaan mensen lekker buitenspelen, lekker golven. Hoe doe ik het tot dusver? Gaat hartstikke goed. Leugenaar. Ja, maar al die mensen, die extra mensen, kan je die dan wel kwijt? Ja, ja. We hanteren een heel streng toegangsbeleid qua interval van starttijden. Dus hier starten om de 7 minuten 3 mensen tegelijk. Met de 1,5 meter regel. En dat gaat dan heel de dag door. Als het licht is, tot 's avonds dat het donker is. Dus geen filevorming? Geen filevorming. En ook geen vertraging. Oh! Gebeurt dat vaker dat je dan de hele tijd op en neer moet lopen? Dat je dat te hard slaat? Corona's big business bed, begrijp ik. Booming. Maar ik heb het toch liever niet.